heet ik u namens het bestuur van de Vriendenkring van Oud-Dachauers van harte welkom bij deze jaarlijkse herdenking van de bevrijding van het concentratiekamp Dachau. Vandaag herdenken wij hier op deze plek in het Amsterdamse bos dat op zaterdag 29 april 1945 om 17:30 het concentratiekamp Dachau werd bevrijd. Het kamp Dachau roept bij ieder hier aanwezig persoonlijke herinneringen. Dames en heren, er zijn hier onder u veel nabestaanden van vroegere concentratiekampgevangenen die in die kampen zijn omgekomen. En ik begrijp uit uw aanwezigheid dat de droefheid daarover nog steeds doorleeft. Maar ik geloof dat er altijd reden is dankbaar te zijn voor het positieve in het leven. Bijvoorbeeld voor het feit dat u nu goed gevoed in een humanitaire samenleving kunt zijn, ook dankzij het offer van uw dierbare familieleden. Dat is waarschijnlijk niet vanzelfsprekend in uw geval, maar voor mij wel degelijk. Weliswaar heb ik geen familieleden verloren in die tijd, maar wel tientallen vrienden en in die omstandigheden waren het heel goede vrienden. Wat van mijn verblijf in Dachau betreft, ik ben er na 2 jaar in andere kampen in september 1944 aangekomen, na dagenlang transport in veewagens. We moesten ons naakt op de appelplaats opstellen, in de plane zon en zonder eten of drinken. Daar vroeg mijn collega, wil je een stukje brood? Natuurlijk zei ik ja, wij hadden altijd honger. Ik ben erop gaan kauwen, maar het was onmogelijk om het door te stikken. Ik had totaal geen speeksel bij gebrek aan drinken. Als een meelpruim heb ik dat stukje brood achter mijn kiezen gehouden tot we 's avonds in het waslokaal werden besproeid. We bleven daarna de hele nacht naakt op de tongrond waar een van mijn vrienden stierf. De volgende morgen kregen we streepjes kleren en werden we meteen doorgestuurd naar het Dachau onderkamp Allach, waar ik 4 maanden bleef. In Allach gaf ik als beroep op dat ik elektricien was en zodanig werd ik aangesteld bij een groep van 140 Franse gevangenen die onderdelen van de BMW-motoren moesten controleren op afmetingen. Allemaal hadden ze een tafel met een lamp zodat ze hun werk konden doen. Ik had een hoek voor mij en moest al die lampen in goede staat houden. Ik had ook veel stoppen en lampen die ik bij Duitse burgers die daar ook werkten kon ruilen voor kastanjes, aardappelen en andere etenswaren. Ik kon ook water elektrisch verwarmen en aardappels koken met een apparaat dat ik gemaakt had. Dat stond op een dag toen een SS'er met een hond langs kwam aan. En die hond had dorst en dronk uit de emmer met water waar stroom op stond. Hij kreeg een flinke schok en smeerde hem met zijn staart tussen zijn benen. En de SS'er snapte er niets van. Een andere keer kookte ik aardappelen in de emmer. Toen een aardappel kortsluiting maakte en een stop doorsloeg en de afdeling zat zonder stroom. Dat duurde een paar uur voordat die zekeringen vervangen werden. Dat was dus een geslaagde sabotage. We kwamen daar slaaptekort omdat we praktisch iedere nacht gebombardeerd werden en de barakken uit moesten. De schuilkelders stonden onder water en we bleven buiten en konden zo genieten van het vuurwerk veroorzaakt door de bombardementen van München. In januari 1945 moesten wij NN'ers terug naar Dachau, waar we in de quarantainebarakken gestopt werden. Er heerste daar een vreselijke overbevolking en vlektyfus. Ik vond daar Pim Boelert weer, die al rest de functie onder blokoudste van de barak werd. De echte blokoudste was een Pool. Pim wilde me een baantje geven in de zogenaamde stube. Ik kon er vleger worden. Dat wil zeggen, 's morgens, als de slaapzaal leeggemaakt werd, om schoon te vegen en te luchten en de gevangenen die lopen konden eruit waren, moest ik de liggenblijvers de polsslag opnemen. Wie 120 had, wie minder dan 120 had, die mocht blijven liggen. Wie meer dan 120 had, nee, het was andersom, pardon. Wie meer dan 120 had, mocht blijven liggen. Wie minder dan 120 had, moest eruit om luizen te zoeken. En wie geen polsslag had, was dood. En die moest ik naar het waslokaal vervoeren. Daar uitkleden en naakt op het trottoir leggen. Netjes op een rij met andere doden. Maar op die dag
werd er nog een rantsoen brood voor de gestorvenen bezorgd, omdat die 's nachts gestorven was. En dat was dan voor het personeel. Het was zwaar werk en alleen werd het mij te veel. Met hulp van een Rus met wie ik het brood deelde, heb ik het een paar weken uitgehouden en kreeg toen zelf plektyfus. Arm in arm met generaal van de Kastelen zijn we de ziekenwrak gelopen en daar opgenomen. Hij is daar gestorven. Ik was er een week buiten kennis en kan me er niets van herinneren. 70 Nederlanders, voor wie de bevrijding op die zondagmorgen in april 1945 te laat kwam. Vorig jaar vroeg Alex de Vries hier zich in zijn toespraak af waarom het zo stil is rond de toekomst van het herdenken van de Tweede Wereldoorlog en van de concentratiekampen in het bijzonder. Hij zei daarover, ik citeer, het is niet vanzelfsprekend dat de saamhorigheid die we op dit moment met elkaar voelen aan de voet van het Dachau-monument er over 30 jaar nog is. Het moment lijkt daarom nu aangebroken om dat debat te voeren en te voorkomen dat herdenken in ons land louter een algemeen karakter krijgt. En er werd geconstateerd dat veel besturen niet, en in ieder geval niet automatisch, verjongen. Burgemeester Van Zanen heeft het daarop gelezen dat de publieke belangen mee gediend is om dat wat er nu nog is te binden, opdat het in de toekomst op een heel andere manier gekoesterd kan worden. En we spraken daarover de vraag hoe de kracht die er nu nog is, door de slachtoffers die nu nog in leven zijn, hoe we die zoveel mogelijk kunnen verbinden aan die kracht om er in de toekomst op goede wijze mee verder te gaan. We hebben afgesproken met al die mensen hier in Amstelveen dit jaar op verdere gedachtenwisseling te komen en hopelijk ook bij oplossingen. Daarom richt ik mij nu tot slot rechtstreeks. U hebt de helft van Dachau overleefd. En na de oorlog hebt u met uw generatie een traditie van herdenken in het leven geroepen die ons alle dierbaar is. Wij hechten aan die traditie en achten haar zo waardevol. Want wij willen dat zij in stand blijft. Daar kunt u volkomen gerust op zijn. Merkelbachschool is een openbare basisschool in Amsterdam buiten Vilbert. Er zitten zo'n kleine 200 leerlingen op onze school, in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar. Jaren geleden heeft de Merkelbachschool het Dachau-monument geadopteerd. Sindsdien helpen de leerlingen van groep 8 tijdens de jaarlijkse Dachau-herdenking met het leggen van de kransen en leest één leerling een gedicht. De organisatie van de Dachau-herdenking kwam vorig jaar na afloop van de ceremonie naar me toe en complimenteerden we met het gedrag en de betrokkenheid van onze kinderen. En we zouden het een eer vinden dat de komende jaren met veel respect te blijven doen. Gesprek zonder begin. Graag had ik hem nog willen spreken. Die ene man met dat kale hoofd. Die ene man van het leven beroofd. Ze wilden niet met hem omgaan. Hij was anders. Hij was apart. Een aparte man met een gouden hart. Kort heb ik hem kunnen zien. Weggegaan. Misschien. Dat ging dan wel heel vlug. Nooit meer kwam hij terug. Graag had ik hem willen spreken. Maar heel even. Nu komt hij niet meer terug. Was hij maar hier geweest.